gewenst. Welkom bij deze tutorial. Deel 2 van de Mad Scientist Lab, gebaseerd op Dr. Frankenstein's Lab. Wat gaan we in deze tutorial maken? We maken een Jacob's Ladder. Moeilijke term misschien, ik weet even geen Nederlandse term voor dit item. Maar het is een heel gaaf ding. En je hebt er niet zo heel veel voor nodig, maar ik wil je wel nadrukkelijk melden. Voorzichtigheid is geboden, want we gaan werken met een uitermate hoge mate van elektriciteit. Zo hoog zelfs dat als je niet weet wat je doet, niet voorzichtig bent, kan het heel veel problemen veroorzaken. Dus hou je zeker aan de veiligheidsnormen die ik zeker ook benoem in deze tutorial. Oké, wat gaan we qua onderdelen gebruiken? We hebben een transformator nodig. Een transformator zet elektriciteit om in een hogere voltage, zodat het aantal voltage wat nodig is voor het doel bewerkstelligd kan worden. Een transformator is vrij duur in de aanschaf, maar ze zitten ook bijvoorbeeld in oude tv-toestellen, oude computermonitors en in een magnetron. Deze heb ik zojuist bij de kringloop vandaan geplukt voor 15 euro. Ik heb hem getest, hij doet het, dus de transformator is bruikbaar. Verder kwam ik een tijdje geleden al dit ding tegen. Een lichthouten basis bij de kringloopwinkel, 75 cent, omdat er van alles ontbreekt. Er staat iets op wat te maken heeft met een vuurtoren aan deze kant. Dat hou ik aan de achterkant, dat hoef ik er niet op te hebben. Dus waarschijnlijk heeft het daarmee te maken gehad. De achterkant gaan we zeker openmaken, want ik moet erbij kunnen om elektriciteit en alles aan te sluiten. Verder, twee metalen kledinghangers. Die kun je krijgen online, bij stomerijen, zaken zeg maar. Alleen de verzendkosten zijn nogal duur. Dus mocht je net als ik connecties hebben in een ziekenhuis waar die dingen in honderden getallen aanwezig zijn en weet je wel, je kijkt iemand even lief aan, dan heb je er zo één of twee voor niks. Verder heb ik een waarschuwingssticker uitgeprint, oude stijl, die ik vond op Pinterest en die even door een lamineerapparaatje gehaald, zodat die geplastificeerd is en uiteindelijk hier op de voorkant geplakt kan worden. Wat ik ook ga gebruiken is een rubberen fomen vloerdeel van de Action. Die heb je al eerder voorbij zien komen in de tutorial voor de Back to the Future hoverboard. Waarin we dat hebben gebruikt voor het paarse onderdeel aan de onderkant van de hoverboard. Waarom? Om het simpele feit dat de elektriciteit mag het hout niet raken. Dus we gaan dit gat voorzien van dat fomen spul, zodat het allemaal een goede beschermingslaag heeft. Ik denk dat ik weer voldoende heb geouwehoerd. Laten we gewoon weer gaan beginnen. Oké, om het allemaal te gaan realiseren. Even laten zien wat we tot nu toe hebben verzameld. Een stuk pallethout met een verhoging. Ik ga geen moeite doen om die eraf te halen. Omdat het niet zo makkelijk gaat en bovendien kunnen we hem gebruiken om deze aan- en uitknop straks op te monteren. Het stroomsnoer van de magnetron gaan we zeker ook gebruiken. Dit is de transformator uit de magnetron. Hier gaat 220 volt stroom in, hier komt 10.000 volt uit. Dit noemen ze de primaire zijde, dit is de secundaire zijde. Ik wil de primaire zijde met het minste aantal volt aan de kant hebben waar ik met mijn hand kom, waar je aan- en uitknop. Dus daar komt er straks zo op en kan geschroefd worden. Dit is dat blok hout, stikkertje zit erop en ik heb uit het vloerdeel een deel gehaald wat er precies in past. Er zit een gat aan de achterkant zodat ik erin kan eventueel. De eerste stap zo meteen is deze erin vastlijmen met het lijmpistool. En wat siliconen kit. Even wachten tot het lijmpistool warm is en dan gaan we beginnen.
Ik ben nu bezig alle draden aan te sluiten. Dit zit volgens voorschrift allemaal gemonteerd. Er zit een beschrijving bij. Ik raad je aan om er een van Kemakeur te nemen in dit geval, omdat we bij dit project sowieso met zeer zware voltages aan de slag zijn. En dan moet je gewoon het beste nemen. Het is nu tijd om deze te knippen. Met dit, wat zo meteen in een zo'n V-vorm omhoog komt te staan, moet ongeveer 16 centimeter lang zijn. Oké, hij zit in elkaar. Voordat we hem gaan uittesten, geef ik je even een blik op de achterkant, hoe alles in elkaar is. Deze gaat hier doorheen, komt er hier op uit en is hier de ene pol aangesloten. Deze gaat hier doorheen, gaat hier door het zijkantje, is door hier op de andere pol aangesloten. Er zijn een aantal polen die niet gebruikt gaan worden, die zijn goed afgetaped met elektriciteitstape, zodat die geen contact kunnen maken met stroomvoorzieningen, stroomdraden in de omgeving. De ruimte hier tussen is een centimeter. Groter of kleiner moet je niet willen. Kleiner misschien wel. Dit is waar de eerste vonk zal ontstaan. En dit mag geen contact hebben met hout, want dan gaat je hout verschroeien. Dus, vandaar dat dit een stukje erboven uitsteekt. We gaan hem uitproberen, maar dat doen we buiten. Om het simpele feit dat er een elektrisch veld zal ontstaan zodra dat de stekker in het stopcontact zit, ook al staat hij nog uitgeschakeld. Daarom raak dit gebied nooit aan zolang er een stekker in een stopcontact zit van dit apparaat. Want er zal altijd spanning zijn of die knop hier nu aan of uit staat. Altijd de knop uit, stekker eruit voordat je hem gaat aanraken. We gaan naar buiten. Dat is een paar weken verder. Nou ja, ik weet niet precies hoeveel, anderhalf week of zo. Want hij werkte niet. Ik heb het even opzij gelegd en ik heb op een gegeven moment iemand via YouTube benaderd. Een man met de naam Nate van Keystone Science. Die heeft me precies uitgelegd wat ik moest veranderen zodat hij zou werken. Dat heb ik gedaan en hij doet het. Helemaal top, helemaal geweldig. In de tussentijd. We hebben wat andere mad scientist lab dingetjes gemaakt. Ik heb ooit eens bij de feestwinkel zo'n soort doosje gekocht met ogen, afgehakt geslachtsdelen. Dat soort dingen. En daar hebben we dus potjes in voor gebruikt. Hier bijvoorbeeld een UJF naar boven gezet. Dat is gewoon leuk. Dit soort potjes koop je bij de Solo echt voor 1,50 euro of zo. Hele leuke potjes. Dit zijn gewoon lege potjes, pindakaas, honing en dat soort dingen. Deze zitten erin gelijmd, want anders viel er steeds om. Met siliconenkit. Slang zit er ook op met siliconenkit. Deze zitten er gewoon los in. En zo kun je dus een leuke verzameling voor je Mad Scientist Lab samenstellen. Maar deze video gaat niet daarover. Deze video gaat over de Jacobsladder. Goed, Jacobsladder. Ik heb hem nu aangesloten. Hij doet het. Maar, nogmaals, ik kan niet genoeg benadrukken hoe gevaarlijk dit ding kan zijn. Volg de instructies die ik nog een keer benoem. Want één schok van dit als er stroom op staat en je bent werkelijk al dood. Daar heb je maar één schok voor nodig. Goed, omdat wij gebruik hebben gemaakt van een magnetrontransformator, hebben we dit erbij nodig. Dat wist ik ergens wel, maar ik was een beetje in de veronderstelling of eigenlijk in de ijdele hoop dat hij het misschien ook wel zonder zou doen. Dat doet hij niet, maar dat maakt niet uit. Stuk PVC buis, want PVC geleidt geen stroom. Dus het is veilig om deze erbij te gebruiken. En een haak van die metalen kledinghangers die we sowieso voor het hele ding hebben gebruikt. Ik heb op aanraden van Nate wat draden veranderd. Wanneer we de secundaire kant nemen, heb je twee van die spoelen.
En de meeste stroom komt uit de bovenste spoel. Dus die moest aangesloten worden. Die zit met een draad via dat gat aan de achterkant op deze linkse geleider aangesloten. En die rechtse geleider, daar zit dit draad op aangesloten. En die gaat simpelweg naar de schroef waar de transformator mee vastzit. En daardoor zit hij op de transformator aangesloten. En daardoor wordt dit is de minpol, wordt de negatieve kant. En wordt dus de stroom afgeleid. Het is tijd om hem te tonen. Veilige afstand. Hij staat uit. Dit is de kant van uit. Ik ga nog stickertjes maken met uit en aan, zodat dat ook voor andere mensen duidelijk is. Deze leg ik even neer. Ik ga de stroom aansluiten. Ik blijf er uit de buurt. Dan gaat het brommen. Dit hou ik hieronder er tegenaan. En we hebben een Jacobsladder. En het is echt zo ongelooflijk gaaf. Wanneer je wil dat die vlammen, zeg maar, komen zonder dat je deze erbij hoeft te gebruiken, moet je geen gebruik maken van een transformator van een magnetron, maar bijvoorbeeld van neonbuisverlichting. Die zijn nog een stuk sterker. Ik kan dit blijven doen. Het is gewoon geweldig. Echt, ik vind dit zo ongelooflijk gaaf. Maar goed, de wetenschap is gewoon een hartstikke gaaf, weet je wel. Dus, we hebben een werkende Jacobsladder. Weer een geweldig onderdeel voor de Mad Scientist Lab gemaakt. Ik zal nu dat de stroom eraf is voor de zekerheid nog even hier tegenaan houden. Zodat zeker weten alle stroomlading eraf is. En het is nu weer veilig om hier in de buurt te komen. Dit was het in ieder geval voor deze video. Ik ga zeker nog van plexiglas een ding eromheen maken. Ik moet er wel bij blijven kunnen, dus ik moet er nog even goed over nadenken. Maar dit is in principe de basiskennis die je nodig hebt voor een Jacobsladder. Ik hoop dat je deze video leuk, leerzaam en anders vond. Nadat ik heb afgesloten, volgde nog een plaatje die ik heb gekregen van Nate van Keystone Science. En die geeft dus aan wat je wel en niet moet gebruiken van zo'n magnetron transformator. Geef even een duimpje omhoog op deze video. Klik op abonneren als je dat niet hebt gedaan. En ga vooral dingen maken.